Ik was wel in shock eigenlijk. Vanmiddag stapte Pernelli Bia daarom samen met voorzitter Laurens de Kleine van VVOG het politiebureau van Harderwijk binnen. Bia is geboren in Congo. Toen hij 3 maanden oud was, kwam hij naar Nederland. Begonnen als straatvoetballer in Apeldoorn, speelt hij nu als vleugelspeler bij de Harderwijkse club in de hoofdklasse C. Als ik geen aangifte zou doen, wordt er ook geen zaak van gemaakt. En nu wordt er een zaak van gemaakt. En degene die, die het zo stoer vond om dat te doen, die mag dan ook wel worden aangepakt, vind ik. Hier zien we het moment waarop de apengeluiden naar Bia geroepen worden. Opmerkelijk genoeg kreeg de assistenttrainer Henk Drost van VVOG na het incident een rode kaart wegens protest, omdat hij vond dat er moest worden ingegrepen door de scheidsrechter. Daarop stapten de Harkemaanse boys en VVOG gezamenlijk van het veld om zo een statement te maken. Ja, je kan verwachten dat profvoetballers dat eerder doen, want daar wordt veel meer geroepen vanaf de tribunes. Maar dat is niet gebeurd en wij doen het als eerste en ik hoop ook dat wat dat betreft het navolging krijgt. En dat er eens een keer ook vanuit het profvoetbal gezegd wordt van jongens, en dit kan zo niet langer, we kappen ermee. Ja, zo hoort het. Ik vind het wel, ja. VVOG roept op haar site op nee te zeggen tegen racisme.